Ja, volgende keer ga ik echt filmen dan we aan het opbouwen zijn, want het is echt niet normaal. Vergeet elke keer te filmen, maar kijk, het is zo het grootste camperplaats. Allemaal campertjes. Alleen dat fietsen die 170 kilometer fietsen. Kijk, en daarachter heb je de receptie en de intree. Ik ben heel benieuwd. Nou, we zijn nu aangekomen en we zitten een beetje. Kijk, iedereen helemaal uitgeteld vanwege de warmte. 30 graden. Dat is helemaal. Kijk, de politie zit op het telefoontje. Ja, ik heb mijn boek weggelegd. Heb je net je boek weggelegd, Mike? Hey. Ja. We zitten helemaal onder de doeken. Beetje wind erdoorheen. Heerlijk. En ik heb daar mijn tablet op. Oké, en iedereen. Bijna iedereen had hier in ieder geval. Aan het hek hangen. We gaan lekker Formule 1 kijken. En Bram zit alleen met de kwispel in te kijken wat wij aan doen. Maar. Je hebt hier allemaal wilde bloemen staan. Dat is ook wel mooi hoor hier. Aan de voorkant van de camper. Leuk. Kijk, zo leuk. De ijskoombaan. Er staat gewoon 10 man in de rij al. 2, 6, 8. Meestal blijft het een kwartiertje staan en wachten wel tot iedereen weg is. En dan gaan wij. Maar er is nog steeds niet veel te doen op vliegveld. Kijk, is het nou geen lieverd? Voel mij lekker ijs. Ik ga even hier een ijsje aanpakken, want Die is aan alle kanten aan het lekken. Oh, nou dan gaan we gauw likken. En een Jep en Jopie. Godverdomme. Nou, gelukkig had ik hem de hele dag al aan. Net even uit geweest, hè? Tuttemut. Morgen gaan ze vliegen. Okay. Van de buurman gehoord. Oké. Okay. Krulli. Vieze slijmbal. Krulli. Wil geen twee stappen lopen? Ja, krullen kunnen we altijd, hè? Ja. Krullen kunnen we altijd. Oh, kom, schat. Het is niet eerlijk. Oh nee. Krullen is altijd dikker. Mop. Zuster, schat. Wat moet je nou? Zometeen even wat drinken pakken. Even wat drinken pakken? Ja, wil je ook wat drinken? Nee hoor, liefje. Huh? Nee, dat wil ik niet. Ik ben zo trots op je. Ja. Ja, ik ook op jou. Ja, nee, maar gewoon omdat je al 1,3 kilo afgevallen bent. Daar gaan we het nu niet over hebben. Daar ja, ben ik hartstikke trots op. Ik ook. Kijk eens wat vrouwtje gemaakt heb. Lekker soep. En happies. En een bankje. En brood. En tonijnsalade. En gamoza. Voor de lichte... Voor een lichte maaltijd. Ja, schat? Ja, als je niet te veel eet, dan is het licht. En anders is het een? Dan zit je een beetje vol. Nou, eten. Ja. Anders komen de vliegen. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Nou. Jip, kom. Kom. Ik loop je zo van de camperplaats af. Oké. Okay.
Oh, dan zou ik mee stoppen met elke keer leuk hè zeggen. Grappig hè? Late lunch. Late lunch. Ja, late lunch. Ja. Staan in het informatiehokje bij de camperplaats. Nou, hartstikke lekker. Hartstikke lekker. Ja. Salades. Salades. Ik heb ook een tafelbrunch. Ja, ja, tuurlijk. Is hartstikke leuk. Ja, Bourgondische worstenbrood. Bourgondische worstenbroodjes, verrekte lekker, ja. En ja, broek, allemaal lekker. Varken. Allemaal lekker. Lekker, lekker. Weet je hoeveel lekker ik boven mijn broeksbriem heb hangen? Allemaal lekker, lekker. Oh, je hebt happen en trappen. Ja, hier, happen en trappen, ook lekker. Komt nog een rolletje bij. Nee, joh. Joh, ik groei helemaal dicht met jou als ik aan het camperen blijf. Ik denk dat ik een huifkaar ga kopen. Niet zo lullig doen. Neem jij of dan krijg je lekker een eitje. Neem er nou twee mee gewoon mee. Oh ja, kan meteen twee. Kan er gewoon mee twee meenemen. Er zijn dubbeldooiers staan. Dubbeldooiers. Dat heb ik helemaal uitgelegd. Ja, het is 30 graden, dubbeldooiers. Het dooit voor geen meter. Nou, super leuk. Ja, wel hartstikke leuk hockey is dit. Misschien ga ik toch dat ontbijtje bestellen. Dat vind ik toch wel heel leuk. Nou, dan moet je me vooral doen. Goedemorgen bij dag 2, de ochtend. We zijn ons bed al uitgetrommeld door het zonnetje. Lies? Ja? Zijn we het bed uitgetrommeld door het zonnetje? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar het is wel lekker al buiten. Dus... We hebben de hondjes uitgelaten al. Het is 8:30. Nee joh. Het is 8:10. Oh, het is 8:10. Oh, normaal gesproken zijn we om 6:30 al wakker door Jut en Joel. Maar die hebben ook wel lekker geslapen. Maar die hebben ook aardig doorgeslapen, ja. Heb je geen last van je kinderen en wel last van je honden? Dit keer niet. Nee. Deze keer moesten we Jippie wakker maken en die andere, ja Rex, de vervelende, ja, die zat natuurlijk weer te piepen en te kermen. Ja. Maar na een goed gemikt... Nee, gewoon even zeggen, sst, het is nog geen tijd. Nou, die was goed gemikt en hij hield zijn kop dicht weer 1/2 uur, dus we konden nog 1/2 uur langer blijven liggen. Zo. Nou, hoe piep het? Nou gaat Fruitje, die gaat lekker even de baas verwennen. Ik ga een eitje koken voor je met dubbeldooier. Met DD. Dubbeldooier. De dubbele dooier, ja. En een bakje koffie ga ik waarschijnlijk krijgen van haar. Ja. Klopt. Klopt het? Ja, het klopt. Nou, ik ben benieuwd. Activiteit van dag 2. Aan de fiets. Vooral fietsen. Een rondje van 36 kilometer. En ons kennen, dan zullen het er wel die 46 worden. Nou, begon. Kijk ons eens fietsen. Nistelrode uit. Ja, wij zijn er geweest. In Nistelrode. Ik zal het bewijs leveren, let op. Nistelrode. Zijn we geweest, zeker hè schat? Ja. Ze zegt ja. Ja. Ze zegt ja, maar jullie kunnen het waarschijnlijk niet horen. Ofwel, en dan zeggen we een dubbel. Ja, waarschijnlijk wel. Als we niet wel doen, we het lurken. Of je wilt hartstikke doen. Hartstikke leuk stukje. Het gaat alleen erg omhoog. Oh, je gaat hier de snelweg over, denk ik. Zo... Dit zou een eco-duct.
Is dat het ecoduct daar ook? Waar je bij de snelweg wel eens ziet. Ja. Ja. Oh, dat er ook een fietspad overheen gaat, joh. Dat wist ik helemaal niet. Nee, dat wist ik ook niet. Had ik niet verwacht. Ik ook niet. Mooie is Nederland. Ik snap het wel hoor, waarom dat al die Duitsers hierheen komen in de zomermaanden. Lekker fietsen hier zo. Echt geweldig. Hey Lies. Wij snappen het wel, hè, waarom dat die Duitsers elke keer hierheen komen met de vakantie, hè? Ja, zeker weten. Mooi land, Nederland. Heel mooi. Echt heel mooi. Kost een patiënt om hier te wonen, maar je krijgt er wat voor terug. Hier zien we dan wel herten. Ik heb in ieder geval twee varkens gezien net. En die dammet heb je ook gezien. Ja. Mama is even achtergebleven, die wil een foto maken. Niet zo gek hoor. Een heel leuk vennetje hier zo. Boink. Lekker subtiel gefilmd weer. Jongens, het fietspad is afgesloten vanwege wateroverlast. Wel nee, zegt die Spaanse moeder van jullie. Trappen, we kunnen er makkelijk doorheen. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Straks staat allemaal heupen in de blubber hier. Oh. Kijk, staat ze aan de uiteinde staat ze aanwijzingen te geven. Je moet op het pad blijven. Dat is een schat van de mensen. Het is maar goed dat je zegt dat ik op het pad moet blijven, schat. Ja, ik had zo het weiland ingefietst. Nou, we hebben het overleefd. Maar ik weet niet hoe het verderop is. Ja, dit was het enige. Ja, dit is het enige, ja, ja. Kijk, toen stonden we bij de tweede sloot. Die is iets dieper. Nee, dit doe ik niet. Kom op, niet zo lullig. Nee, nee. Jippie wordt ook al zenuwachtig. Die is ook al bang voor natte oren. Je bent ook wel een beetje een pangenpoepet hoor. Nou, stel je nou eens voor dat daar een heuvel was naar beneden, dat je gewoon zo in 4 meter diep water fietst. Want je hebt hier heuveltjes, hè? God. Nee, we gaan terug. En even kijken of we een andere route kunnen vinden. Zaadje, je bent een zaadje. Dit is echt serieus. Ik kan niet zien waar het stopt. Dus ligt er geen bootje? Ik weet niet, als het nou, ik had gezien dat het daar droog was, had ik er wel doorheen gefietst, maar ja, ja. Ik kan het niet zien. Kwijt. Ja. Wat zei je, Lies? Waarom spreek jij Duits? Waarom ik Duits spreek tegen die mensen net? Ja, zie je het ook niet uit de moffiekamer? Nee, ze zien er niet uit als moffiekamer, maar die voorste die was nogal aardig corpulent. En die had een snor. En ik denk dat het een Duitser is. Want ik hoorde hem praten en ik verstond hem niet. Toen bleek het een Brabander te zijn. Ja, het was een beetje een kruising tussen Guus Meeuwis en Frans Duits, zul ik maar zeggen. Vroeger. Frans hier is erg aan verhalen tegenwoordig. Nee, het was een dikke met een snor en ik kon hem niet verstaan. Dus ik denk, het is een Duitser.
Hier kan het wel eens naast zitten. Ja. Haha, kijk eens wat ik zie. Moet opletten, draai ik hem even langzaam om. Trappetje omhoog. En ik denk dat die kunstmest gaat strooien of water gaat sproeien, ik weet het niet. Of hij begint straks met stront te strooien en dan sta ik straks het al mijn enkels in de stront. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat het verdelgingsmiddel is. Nou, als ik morgen wakker word met geel haar. Dat was niet best. Hey Lies, gelukkig hebben we al kinderen. Nou. Hoe heet het hier, Lies? De Boshut. De Boshut. Ja. Kroketten en yakiballen halen. Lekker lunchen. Lekker lunchen. Echt zin in. Best wel warm, hoor. Ja, warm is het. Bijna in mijn hol al. 20 kilometer gefietst. Eventjes, hoe heet dat? De route een beetje inkorten. Nee, natuurlijk niet. We blijven de route wel gewoon volgen. Ja, we volgen wel, maar we slaan even een aantal nummers over. Toch? Ja. Ja, een paar. Niet alles. Zo hard. Het is volgens mij al 30 graden. Ja. Nou, als ik mijn culo zo voel, dan is het 35, hoor. Niet normaal. Ik ben niet gewend meer te fietsen. Dat is nog de helft van 2 kroketten met brood. En is een half raakman met brood. De honger was groter dan de rang om er wat van te filmen. Ah, we zijn alweer bijna terug. Ik wil er eventjes iets laten zien. Eén keer rijden wat ik ga doen voordat ik maandag naar huis rijd. Juist, gooi me even vol. Verder. Ik ben gisteren helemaal vergeten te filmen hoe je de oprit kan vinden van camperplaats De Landing. Nou. Hier is die. Als je op de fiets komt, moet je een beetje voorzichtig doen, want er zit een grindpad hier zo. Kijk. En dan rij je hier zo op. En daar, als je dan naar achteren loopt, dan ga je gewoon naar de startbaan van de zweefvliegers. Ik zal er eens overheen fietsen. Kijk, hij staat nog steeds helemaal vol, hoor. En kijk, en hier heb je dan het vliegveld. De onderstaande vliegtuigen. Dan kun je het landen kun je zien en het opstijgen. Ik ga er zo meteen heen en ik ga het straks even gaan filmen. Jezus. En daar is onze camper. Heel laag over deze. Ja, die komt echt heel laag over deze.
of hij neemt de boom mee. Nee, deze komt gewoon echt heel laag over. Zeilings. Een beetje weer last van wind heeft hij. Oh, hij heeft echt veel last van wind. Die pieter, hij is helemaal scheef. Oh, die kan het wel. Dat is een goeie. Ik denk alleen als je erin zit, daar vallen. Ik denk dat je de stewardess belt. Heeft u voor mij een wit papiertje, alsjeblieft? Kijk, kipzwarma met sla, tomaat en een leuke jonge dame. Maar ik denk dat we ook een uurtje binnen zitten. Moet je kijken, die zwarte lucht die eraan komt. Wel bijzonder weer. Hartstikke warm geweest vandaag en dan sluiten we het af met zo'n rot weer. Tenminste, zo'n bewolkte lucht. Nou, dit is het einde van dag 2, jongens. Is smakelijk. Super dag geweest. Er is nog hoor, als je... Nee. Nou, dat is dikke paniek. Kijk. Komt echt zwaar weer aan. We houden het niet droog vandaag. De zwaluwen vliegen laag. We houden het niet droog vandaag. Kniertje. Oeh, heftig. Kijk even. Wauw. We gaan verzuipen. Nou, we gaan niet verzuipen, maar we gaan zuipen. We gaan zuipen. Nou, het is meer dan net. Ja, maar het meeste valt er nog steeds naast. Het duurt 4 uur, die ellende. Ik ga zwembroek aantrekken. Want jij weet natuurlijk dat ik dan in de regen ga dansen. Tuurlijk. Zeker weten. Nou jongens, zouden we dan wegstormen? Iedereen in paniek, wat gaat waaien. Papa die zegt, je stoel. En die staat er gewoon naar te kijken. Jo. Een kerel dus. Ja, ik waarschuwde er dat ze niet tegen je aan zou waaien. En waarde van maaf. Hé liefjes, wie weet staan we er straks niet meer. Doei. Nou zitten we in de camper en nou valt de regen. Mama gaat buiten filmen. Hij is al aan het pijn. Ja, ik zie dat hij draait. We zijn de enige die de luifel uit hebben hangen. Eigen fontein. Verderop is het heel hard aan het regen. Ik denk dat wij een staartje ervan vatten en een reuze mee. Het komt er niet zo mooi uit, hè, maar er loopt gewoon een rivier over het dak heen en over het voorraam heen. Dat is echt niet normaal. Hier moet je kijken. We hebben wel eens in de regen gestaan, maar dit is toch wel een dingetje hoor. Nou jongens, we hebben het overleefd. Je moeder die zit een boek te lezen. Ik zit de vlog te maken. En ik kom erachter dat we hem nog niet afgesloten hebben. Nou, dit is het einde van dag 2. Ik hoop dat jullie het een leuk vlogje hebben vinden. Mama zwaaiers. Doei. Tot de volgende keer. Tot morgen. Nou, het is gewoon weer mooi weer hoor. En het is gewoon weer droog. Er gebeurt verder helemaal niks. Nou jongens, tot de volgende. Doei.